Joshua Smits, nieuw bij Almere City FC. Waarom heb jij voor anderhalf jaar hier getekend in Almere? Omdat uit gesprekken met de club ook gaf hem heel veel vertrouwen dat ik hier wedstrijden kan komen spelen. We hebben Roy Pastoor naar de dijk laten vertrekken op huurbasis. En ik wil een extra keeper aan de selectie toevoegen. En dan ga je rondkijken wat er mogelijk is. Toevallig kwamen we daarbij op Joshua terecht, die bij NEC een aflopend contract had en open stond voor een overstap naar Almere. En daar hebben we op toegehaald. Ben je gehaald als tweede keeper of voelt dat niet zo? Nou, het voelt voor mij gewoon dat ik gewoon gehaald ben als een van de keepers. En kijk, als topsporter dan wil je nooit op de bank zitten. Je wil altijd graag spelen. En het zal gewoon een gezonde strijd worden, denk ik. En ik moet eerst nog even zorgen dat ik helemaal fit word. En dan wil ik gewoon de strijd aangaan. Ja, want wat heb je precies? Ik had mijn onderarm gebroken in november. Dus ik ben net in de laatste periode van mijn herstel. Dus ik heb nog eventjes nodig. Kijk, er ontstaat een situatie dat het gewoon een gezonde concurrentie is. En dat betekent dat Joshua, die natuurlijk vanuit zijn armbreuk nog wel 2 à 3 weken nodig heeft om volledig wedstrijdfit te zijn. Nou ja. En op het moment dat zo is, dan is dat een concurrent voor zowel Mike als Giel. Kramer zich zorgen gaan maken? Ja, wat ik al zei, de topsport erom te gaan spelen. En dat wil hij ook, dus dat willen we allebei. Dus wat ik al zei, gaat de concurrentiestrijd worden en dan zullen we het uiteindelijk achteraf zien. Wanneer verwacht je helemaal 100% fit te zijn? Vind ik moeilijk om uitspraak over te doen. Ik wil zo snel mogelijk, misschien 2-3 weekjes dat ik nog nodig heb, kan sneller gaan. Kan misschien ook een weekje langer duren. Dus puur een beetje kijken wat het doet, de arm op het veld.